Een hele goede middag. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe weekvlog. Het is nu maandag en ik ben net uit werk. Mijn moeder is even op bezoek, want ze was met de scootmobieltocht mee. En ze moest heel nodig. Dus die zit nu heel even hier. Dan eet ze mee en dan gaat ze daarna weer richting huis. Dus dat. Ik heb net een pakketje binnen gehad van Shine. Weer even twee leggings besteld. Voor werk. En ja. Ook even boodschappen gedaan uit werk. En weet ik veel. Bij mij komt het ook nooit meer goed. Ja, dat zijn volgens mij allemaal opengekrapte muggenbeelden ofzo. Kijk, ik heb geen idee wat het is. I don't know. Dus. Het is inmiddels 9:30. En ik lig al in bed. Ik was net een film aan het kijken. Op Netflix. Maar die film die duurt 2 uur. En ik ben gewoon zo moe. Dat ik mijn ogen gewoon niet kon openhouden. Dus ik ben maar naar bed gegaan. Dus morgen kijk ik de andere helft wel. Dus ik ga zo lekker slapen. Nou, ik zou dus op kraamvisite gaan bij een vriendin van mij. Maar ja, met een koortslip leek me dat ook niet heel verstandig. Dus die is nu verplaatst naar dinsdag. Dus dan hopen dat het over is. Ik heb ook, hoe heet het? Ik heb ook maar even de huisarts een bericht gestuurd om te vragen of ze er iets voor hebben qua medicatie of iets. Want ik word er helemaal lijp van. Nou, het is inmiddels avond. Het is 7:55. En ik heb me net gedoucht. Alleen ik ben ook een partij. Nou ja. Lichtelijk duizelig. En licht in mijn hoofd. Dus. Ik heb snel gedoucht, maar nu voel ik dus ook dat ik niet mijn haar helemaal heb uitgepast. Ik had er trouwens alleen een haarmasker in gedaan. Dus, ja. Het is inmiddels 2:50. Ik ben druk bezig met mijn huishouden. Ik moet nu alleen nog stofzuigen, dweilen en dan als die was klaar is ophangen. En verder doe ik lekker niks, jongens. Mowgli. Nou, het is 4:15 en mijn huisje is lekker clean. En dit wat dus daar ligt en hier, dat komt uit mijn tas. Maar mijn tas heb ik ook even in de wasmachine gegooid. Dus, ja. Oh,
de deur uit. Even een handdoek op mijn kop, het ziet er niet uit. Maar goed, ik heb dus gedoucht. Ik heb vandaag en gisteren niet veel gedaan. Nou ja, gisteren eigenlijk helemaal niet. Ik ben 2 dagen thuis gebleven. Vandaag wel mijn huishouden gefixt, want dat moest echt gebeuren. Maar mijn energie is wel wat laag. Maar goed, ik heb eten besteld. Dus daar wacht ik op. En dan doe ik de hele avond niks meer. Het is 3 uur. En ik ben inmiddels thuis van werk. Ik heb een bloedheet. Ik heb ondertussen even mijn medicatie opgehaald bij de apotheek. Normaal hou ik het op uit die kluis. Maar die kluis, die deed het niet. En binnen wisten ze van niks. Dus ik ben maar naar binnen gelopen en toen hebben ze het voor mij uit de kluis gehaald. Voor wat is een kluis dan als je dit eens doet? Maar goed, hoe heet het? Daarna heb ik even boodschap gedaan bij de Jumbo. En nu zit ik. Mijn moeder komt straks eten omdat mijn tante aan de overkant ligt of zo in het ziekenhuis. Dus ze is nu op de kaartclub. Dus ze gaat straks even langs of zo. Dus ik vroeg of ze hier een hapje mee kon blijven eten. Nou, prima. Dus ik heb net de boodschappentas uitgeruimd en verder. Even niks. De katten zijn weer lekker bezig tegen elkaar. Maar that's life tegenwoordig. Het is inmiddels 2:55. En ik ben bezig even met mijn huishouden. Ik heb de was al afgehaald. En ik ga nu even stofzuigen. Mijn moeder is nu op bezoek bij mijn tante in het ziekenhuis. Die zou na 3 uur even een bakje komen halen. Dus ik ga even zo snel stofzuigen en zo. En een beetje opruimen en afwassen. Nou, jullie enig idee waar Mowgli is. Want ik kan hem maar niet vinden. Ik zou echt niet weten waar meneertje uithangt. Nee. Of misschien wel. Kiekeboe. Lig je daar? Lig je daar? Hé. Hey. Nou, gezellig dit, hè, jongens. Want ze gaat, moeders op bezoek. Naar de Basant. Familie ellende. Vroeger, zeg maar. Nou, ik heb me even een broodje knakworst gemaakt. En een Franse uiensoep. Ik ben alvast even aan het koken voor werk. Pasta met kip. En ik wacht even op Picnic, die mijn boodschap kon bezorgen. En daar zijn de rest van de ingrediënten. Maar ik moet dus om 2:30 op werk zijn tot 10:00. En morgen van 4:30 tot 11:00. Dus dan heb ik vanmorgen ook gewoon eten. Toppie! Nou, Picnic is geleverd. Dus ik ga even boodschappen uitpakken. Ja. Nou, mijn eten is klaar. En het is nu. Even kijken. 11:15. Het is inmiddels 10:30 en ik ben thuis van werk. Het was gigantisch druk vandaag. Ik stond alleen samen met een collega. We hadden ook geen HKB en ook geen KB3. Dus zeg maar iemand die komt ondersteunen tussendoor. VCD kwam wel af en toe even kijken en helpen. Dus dat was wel heel lief en fijn. Dus ja, ik ben nu thuis, ben moe. Maar goed, hoe heet het? Toen ik naar huis reed van werk, toen reed ik zeg maar de parkeerplaats af. Toen zag ik ineens iets oversteken. Van de ene stoep naar de bosjes waar een sloot zit. Ik weet niet hoe ik hem precies moet uitleggen. Maar het leek op een egel. Achteraf dacht ik, misschien had ik moeten stoppen. Te kijken wat het nou was, maar voor een schildpad ging niet te snel. Dus ik denk echt dat het een egel was geweest. Heel vaag. Ja. Oh ja, en ik zit weer te denken om voor de kerst mijn haar kort te knippen. Dus laat even weten of in de reacties of jullie het ermee eens zijn of niet. Want ik irriteer me
Vooral met wassen. En gewoon in het algemeen. Het is gewoon veel te lang. Nou, ik ben nu onderweg naar werk. Vandaag zou mijn oma jarig zijn. Maar die is al 7 weken. Ja, 7 jaar overleden. Bijna 8 inmiddels. En Jay is vandaag jarig. Dat feliciteer ik ook even in de reacties. Helaas kan ik er niet bij zijn omdat ik moet werken. 3:30 tot 11. Dus ja, jammer. Dus ik ga even mijn fiets pakken en op naar werk. Ik ben inmiddels thuis. Het is 10:45. Ik loop in de koude nog even mijn accu mee naar boven genomen, want die is leeg. En ik ben nu lekker 2 dagen vrij. Dus ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen als je het leuk vindt. Te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook niet op het belletje te klikken om geen enkele video meer te missen. Dan zie ik jullie bij een volgende video. Ciao!